We hebben in de vorige paragraaf al gezien dat er steeds meer spanningen ontstonden tussen China en Japan. Deze spanningen zullen in deze paragraaf 2.4 uitgelopen op een regelrechte oorlog die ook het begin vormt van de Tweede Wereldoorlog. Nadat de Tweede Wereldoorlog voorbij is, is het niet meteen rustig in China, want dan breekt uiteindelijk ook nog een communistische revolutie uit. Oorlog en revolutie is de titel van deze paragraaf. En deze paragraaf gaat over 12 onrustige jaren in de Chinese geschiedenis, de periode 1937 tot 1949. En we beginnen dus waar we in paragraaf 2.3 gestopt zijn, namelijk met die spanningen tussen China en Japan. Japan had al een deel van China ingenomen in 1931, dat Mantsjoerije, wat we hier in de noordoosthoek van de kaart ook zien, de voor de minder aardrijkskundig onderlegde onder ons, dat is dus de rechterbovenhoek, Manchuria zie je daar staan, de Engelse benaming daarvan. De Japanners zelf noemen dat Manchukuo. Zij lieten dat besturen door de laatste keizer eigenlijk van China, die Puji, die wordt nu de keizer van Manchukuo. En hij is eigenlijk niet meer dan een marionet van de Japanners. Hij moet doen wat de Japanners willen. En ja, wat willen de Japanners uiteindelijk? Nou, niet alleen de macht in Mantsjoerije, maar ze willen hun macht in Oost-Azië sowieso uitbreiden. En vandaar dat zij in 1937 een incident uitlokken aan de Chinese grens, waarmee de Chinees-Japanse oorlog begint. En hier op dit kaartje zien we welk gebied de Japanners uiteindelijk in zullen nemen. Al die paarse gebieden komen in handen van Japan terecht. Nou, hoe stellen de Chinezen zich daartegen te weer? Dat doen ze door samen te werken. We hebben deze twee partijen al gezien. De nationalisten onder leiding van Chiang Kai-shek, de officiële regering is dat, en de communisten van Mao Zedong, het Rode Leger dat al een klein communistisch staatje had gevestigd in het westen van China. Zij hadden elkaar tot 1936 bevochten en nu besluiten ze om samen te gaan werken, want samen staan ze sterker tegen de Japanners. En in eerste instantie is dit dus een Aziatisch conflict. Maar, ik zei net al, dit zal uitlopen of overlopen, zo je wilt, in de Tweede Wereldoorlog. Die begint officieel in 1939. We houden altijd 1 september 1939 aan als het beginpunt van die Tweede Wereldoorlog. Het moment dat Hitler besluit om Polen binnen te vallen. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat in Azië die Tweede Wereldoorlog al eerder is begonnen. Namelijk met die Chinees-Japanse oorlog. Want in 1941 valt Japan, de bondgenoot van Duitsland, de Amerikaanse marinebasis op Pearl Harbor aan. En daarmee verklaart Amerika de oorlog aan Japan. En daarmee verklaart ook Duitsland meteen de oorlog aan Amerika. En zo wordt het dus een echte wereldoorlog. Waarbij twee landen, Duitsland en Japan, het opnemen tegen een groot aantal geallieerde landen. En de geallieerden die concentreren zich vooral op Europa. Zij proberen vooral de opmars van Hitler-Duitsland te stuiten. En omdat die geallieerden een zogenaamde Europe First-strategie hebben, wordt China ineens heel interessant voor die geallieerden. En dan hebben we het dus over de Verenigde Staten, Engeland en de Sovjet-Unie als de grote en de belangrijkste geallieerden. Zij zien China ineens als een belangrijke bondgenoot tijdens die Tweede Wereldoorlog. Want China is namelijk al lang aan het vechten tegen Japan. Dat zijn ze al aan het doen sinds 1937. En China wordt nu dus door die geallieerden gesteund om de Japanse opmars te stoppen, zodat de andere geallieerden zich kunnen richten op de strijd in Europa. Maar goed, daar wil China wel iets voor terug. China voelt zich toch achtergesteld door het Westen en die hebben tijdens de Eerste Wereldoorlog ook al gemerkt dat meestrijden aan de kant van de geallieerden, dat na afloop van de oorlog niet zomaar beloond wordt. En nu worden er al tijdens de oorlog afspraken gemaakt. In 1943 in Teheran worden de ongelijke verdragen afgeschaft. En dat zijn die verdragen die dus al gelden vanaf die twee opiumoorlogen. En eindelijk wordt de ongelijke verhouding tussen China en die westerse landen teruggedraaid. Hieruit blijkt dus al dat China weer serieus genomen wordt. En als uiteindelijk in 1945 de Tweede Wereldoorlog afgelopen is, dan zal helemaal blijken dat China serieus genomen wordt. Want dan wordt China lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de VN. De Verenigde Naties zijn na de Tweede Wereldoorlog opgericht om te zorgen dat er nooit meer zo'n grote wereldoorlog uit kan breken. En het belangrijkste orgaan van die Verenigde Naties is de zogenaamde Veiligheidsraad. Als er ergens een conflict in de wereld ontstaat of dreigt te ontstaan, dan beslist in principe die Veiligheidsraad wat ermee moet gebeuren. Hoe de VN daarop zal reageren. En hier zien we de 5 permanente leden van die nieuwe Veiligheidsraad. De Verenigde Staten, de Sovjet-Unie,
Frankrijk, Groot-Brittannië. En de vlag rechts herken je misschien niet, maar dat is de vlag van China in die tijd. En China hoort dus bij de machtigste landen ter wereld. Internationaal gezien tellen ze dus ineens weer helemaal mee. Zijn daarmee alle problemen opgelost voor China? Nee, want zo gauw de Japanners verjaagd zijn uit China, gaan de oude vijanden, de nationalisten en de communisten opnieuw de strijd met elkaar aan. Opnieuw breekt er een burgeroorlog uit tussen die twee partijen, van Chiang Kai-shek en Mao Zedong. Het officiële regeringsleger van Chiang Kai-shek zal gesteund worden door de Verenigde Staten. Waarom? Nou ja, de Tweede Wereldoorlog is afgelopen en dat is eigenlijk ook meteen het begin van de Koude Oorlog. De Verenigde Staten hebben een hekel aan het communisme en ze zijn bang dat het communisme zich over de wereld zal verspreiden. En daarom besluiten ze ook om de nationalisten van Chiang Kai-shek te steunen, zodat het communisme in China in ieder geval tegen kan worden gehouden. En je zou zeggen dat met zo'n machtige partner achter je de strijd tegen dat rode leger van Mao dat een eitje moet zijn, maar dat is niet zo. Steeds meer Chinezen lopen over naar de communisten. En waarom is dat? Eigenlijk omdat die nationalisten van Chiang Kai-shek er zelf een potje van maken. Het bestuur van die partij is heel erg corrupt en dat staat heel veel Chinezen tegen. Nou, het Rode Leger profiteert er heel erg van. Zij worden gesteund door een steeds groter deel van de bevolking. Eerst waren dat alleen mensen op het platteland, maar nu krijgen ze ook steeds meer aanhangers in de steden. En daardoor kunnen zij hun guerrilla-strijd tegen de nationalisten voort blijven zetten. Guerrilla-strijd verdient misschien enige uitleg. Het was dus geen oorlog waarin er twee grote legers elkaar in grote open veldslagen opzochten. Nee, het was een guerrilla-oorlog en dat wil zeggen dat er in kleine groepjes korte verrassingsaanvallen werden uitgevoerd, waarna weer snel werd teruggetrokken om vervolgens op een ander moment weer een korte snelle aanval te doen. En zo hoopten de communisten stapje voor stapje dichter bij hun overwinning te komen. Ja, en uiteindelijk zal die overwinning er ook gaan komen. Hier zien we een kaartje van China en we zien hoe het communisme zich uitbreidt al vanaf 1934 tot aan 1950 staat er in het kaartje, moet eigenlijk 1949 zijn, want dat is toch wel het belangrijkste jaartal, want dan nemen de communisten uiteindelijk de macht over in China. De Chinese revolutie vindt plaats. China krijgt een nieuwe vlag, zoals je daar rechtsboven ziet. En deze staatsgreep van Mao Zedong betekent dat de Chinese Republiek voortaan de Chinese Volksrepubliek zal heten. China wordt een communistisch land. Nou, wat gebeurt er met Chiang Kai-shek? Die vlucht met ongeveer 1 miljoen aanhangers naar Taiwan, het eilandje dat je daar rechtsonder op de kaart ziet. En Taiwan scheidt zich officieel af van China. Internationaal gezien zorgt dat meteen voor problemen, want China was dus lid geworden van die Veiligheidsraad. Maar daarin zaten ook die Amerikanen die zijn hekel hadden aan het communisme. En die zouden het niet kunnen verdragen dat er ineens nog een communistische grootmacht in die Veiligheidsraad zou zitten. Dus wat gebeurt er? De Volksrepubliek China die gaat uit de Veiligheidsraad en daarvoor in de plaats komt Taiwan, waar Chiang Kai-shek zit, in die Veiligheidsraad terecht. Dat is immers, zeggen de Amerikanen, nog steeds de officiële Chinese regering, ook al zitten zij nu in ballingschap.